Dames en heren, hartelijk welkom bij Fanmail aflevering 6. En ik heb echt wat heel gaafs gekregen. Het zit in een soort van kartonpapier. Ik weet, ja, ik moest een benaming ervoor geven. Maar mijn naam is er best wel, netjes op geschreven. Ja, kan net, hè. En ik zie mijn naam, dus dat zal het voor mij zijn. Oké, ik ben heel benieuwd. Altijd leuk. Ik hou van cadeautjes. Oh my god. Donald Duck kaarten. Oké, en ik krijg gewoon een pocketbook. Een pocketbook van Donald Duck. Geniaal. Donald Duck Pocket. Oh my god, die ga ik zeker weten lezen. En spionnenjacht. Je ziet ook op de achtergrond een reuzenrad en een achtbaan. Dit is echt een Disneycraft verhaal. Ik ben echt benieuwd, wauw. En dan natuurlijk ook de brief die ik erbij gelezen. En wauw, dit is best wel mooi gedaan. Wauw, het kasteel. Beste Disneycraft. Hallo Vincent, deze brief is helemaal voor jou. Als je het al hebt gepakt, heb je nu een Donald Duck Pocket en een kaartspel. Laten we het maar eerst over de Donald Duck Pocket hebben. Als je goed kijkt, heb ik een aanpassing gemaakt bij de titel. Het heet nu Downtown Spionnenjacht. Dat vind ik leuk, omdat het verhaal in een downtown is en zich afbeeldt in een kermis. Dan gaan we het nu over het kaartenspel hebben. Ik heb het gekocht omdat het een Donald spel is, denk ik. Ja, spel is. Dat vind je vast leuk. Ik zou echt leuk vinden als je een epische battle doet. Vincent vs. Roby. Nou, dat komt dan wel zeker in de toekomst eraan. Verder wil ik het nog hebben over Disneycraft. Op je server heb je een camping. Camping de Kui, dat klopt. Ik heb daar een camping gekocht, maar ik vind hem niet zo speciaal. Hij is net zo wit als alle anderen. Ik zou hem graag in het geel willen. Oh, wauw. Ik ben niet de beste in tekenen, maar hier heeft hij dus... Oh, wauw. Hij heeft dus een foto gemaakt van die camping. Hoe die er dan uit moet zien. Nou, weet je wat? Ik ga het gewoon speciaal voor jou opzoeken en aanpassen. Dit was mijn fanmail. Groetjes Stefan. Alle kijkers wil ook een fanmail sturen. Stuur dan de mail naar vincentbaritjes@gmail.com. Het staat er echt helemaal bij. Echt heel cool. Wauw, ik vind het echt tof zo'n tekening. Oh, wauw. En die kleurtjes ook. Echt in Disney kleuren gedaan. Maar dan moet je even een mail sturen naar vincentbaritjes@gmail.com. Dan eventjes zeggen dat je mijn adres wil. Ik stuur mijn adres en dan kan jij wat sturen. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze fanmail 6. En tot de volgende keer. Doei doei. Dank Stefan.